Een optiek is een bepaalde wijze van het benaderen, bevragen van de gehele werkelijkheid, het materiële object. Binnen iedere optiek bestaan er verschillende visies. Een visie is een opvatting binnen een bepaalde optiek, over een deel of een geheel van de gehele werkelijkheid. Je hebt een aspectoptiek en een uiteindelijkheidsoptiek. De overeenkomst is dat ze beide naar de gehele werkelijkheid kijken. Het verschil is dat een aspectoptiek naar heel de werkelijkheid kijkt, het materiële object, maar beperkt is tot een deel van die werkelijkheid, het formele object, van waaruit de werkelijkheid wordt benaderd, bevraagd. Een uiteindelijkheidsoptiek kent echter geen beperkingen in het formele object. Aspectbenaderingen, bestuderen, bevragen, heel de werkelijkheid, het materiële object, maar zijn beperkt tot een deel van die werkelijkheid, in het formele object, de bril, waarmee naar de gehele werkelijkheid wordt gekeken. De historische aspectoptiek bijvoorbeeld, bestudeert, bevraagt, de gehele werkelijkheid, het materiële object, maar de historische aspectoptiek is wel beperkt vanuit de bril, waarmee naar de gehele werkelijkheid wordt gekeken, het formele object. De historische aspectoptiek stelt namelijk enkel historische vragen aan de gehele werkelijkheid. Er zijn ontelbaar vele aspectbenaderingen van de gehele werkelijkheid. Er zijn veel aspectbenaderingen, echter, er is maar één uiteindelijkheidsoptiek. De uiteindelijkheidsoptiek stelt drie vragen aan heel de werkelijkheid, het materiële object. De uiteindelijkheidsoptiek is niet beperkt in het formele object, de bril, waarmee naar de gehele werkelijkheid wordt gekeken. De uiteindelijkheidsoptiek bestudeert het zijnde als zijnde, het zijnde, in zoverre het zijnde is. Dit noemen we, met een deftig woord, metafysica. De uiteindelijkheidsoptiek stelt de volgende drie vragen aan gehele werkelijkheid. 1. De levensbeschouwelijke of filosofische vraag. Wat is het uiteindelijk ware? Wat geeft het leven uiteindelijk zin? 2. De ethische vraag. Wat is uiteindelijk, menselijk gezien, goed handelen? En 3. De esthetische vraag. Wat is het uiteindelijk schone? Wie wil de theorie in een historisch perspectief plaatsen? Sandra, jij misschien? In de geschiedenis heeft de mens de aspectoptiek en de uiteindelijkheidsoptiek verschillend gewaardeerd. In de middeleeuwen, de premoderne tijd, domineert de uiteindelijkheidsoptiek. De kerk monopoliseert, door de dominantie van de uiteindelijkheidsoptiek, de waarheid, doordat er geen concurrentie mogelijk is, van de wetenschappen. Het heliocentrisch wereldbeeld, denk aan de Copernicaanse revolutie, moet nog wijken voor het oude geocentrische wereldbeeld, enkel en alleen, omdat het in de Bijbel stond. Galileo moest dan ook zijn mond houden, of het met de dood bekopen. Wat een enorme sukkelswaarde dat zeg. De wetenschap bevrijdt de mens, na de middeleeuwen, en vooral tijdens de secularisatie, van het starre, dogmatische weten van de kerk in Rome, maar de wetenschap kan de zinvraag, de ethische en esthetische vraag, van de uiteindelijkheidsoptiek, niet stellen. En de uiteindelijkheidsoptiek, die dit wel kan, is door de dominantie, ofwel, het superprestige van de wetenschap, vrijwel, geëlimineerd. Als de grote vragen toch gesteld worden, worden ze beantwoord vanuit een aspectoptiek. Bijvoorbeeld, alleen, dat is waardevol en nuttig, wat geld oplevert. De dominante economische optiek zuigt hiermee de humaniteit uit het leven. Nou, gezellig zeg. We moeten op zoek naar een balans tussen de aspectoptiek en de uiteindelijkheidsoptiek. De balans tussen wetenschap, feiten en geloof, liefde, meningen, opvattingen. Het ene is niet meer waar dan het andere, zolang je maar weet binnen welke optiek je praat, leest of schrijft. Het is op een andere manier waar. Nou, dat klinkt al veel en veel en veel en veel beter. De aspectoptiek en de uiteindelijkheidsoptiek staan dan in een harmonische dialoog
waarbij de argumenten tellen en niet de macht of het gezag. In de balans vinden we de humaniteit, de menselijke maat, weer terug. Prima, laten we hier eens dieper op ingaan. Zijn er nu nog mensen die premoderne uitspraken doen? Mensen die de uiteindelijkheidsoptiek, dominant, de waarheid, laten monopoliseren? Ja, die mensen zijn er wel degelijk. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen dat aids een straf van God is. Of, het is Gods wil dat ik ziek word, daarom laat ik mij niet inenten. Of, de Bijbel, de Koran, moet van kaf tot kaf letterlijk worden genomen. Hoe zou jij deze mensen kunnen noemen? Ik bedoel, mensen die nu nog voor een dominante uiteindelijkheidsoptiek zijn? Dit soort mensen zou je dogmatisch, orthodox of zelfs fundamentalistisch kunnen noemen. Wauw, ik ben benieuwd of onze kijkers deze moeilijke begrippen wel kennen. Zijn er mensen die alleen voor de aspectoptiek, de wetenschap, willen gaan? Mensen die dus niets goed zien in de uiteindelijkheidsoptiek? Ja, deze mensen zeggen dat alleen die uitspraken zinvol zijn die door feiten bevestigd of tegengesproken kunnen worden. De uitspraak het regent buiten is een zinvolle uitspraak. Want ik kan met mijn zintuigen vaststellen of die juist of onjuist is. De uitspraak God bestaat is een zinloze uitspraak, omdat dit niet te bewijzen valt. Ja, er valt hier natuurlijk ook iets tegen in te brengen. De stelling dat alleen die uitspraken zinvol zijn die te meten, wegen en tellen zijn, oftewel te bewijzen zijn, is als stelling zelf helemaal niet te bewijzen. Dat niet alleen, ze gooien de verschillende invalshoeken door elkaar. Een bioloog komt bij mij ook niet aan de deur om te zeggen dat ik geen konijntje ben, toen mijn vriendje mij zo noemde. Dan weet iedereen binnen welk taalspel men spreekt. En tenslotte gaan we voor de balans tussen de aspectoptiek en de uiteindelijkheidsoptiek. Zou jij daar nog iets over kunnen zeggen? Ja, de Bijbel is bijvoorbeeld gebaseerd op de feitelijke geschiedenis van de Joden en Jezus, aspectoptiek, maar verwoord vanuit een Hebreeuwse vertelcultuur, uiteindelijkheidsoptiek. Prima. Ja, de balans tussen aspectoptiek en uiteindelijkheidsoptiek zegt eigenlijk dat je moet leren lezen. Leer te verstaan binnen welke optiek iets geschreven of gezegd is, voordat je ermee aan de haal gaat. En dan vol overtuiging zegt dat het allemaal onzin is of allemaal feitelijk waar. Het heeft met taalspel te maken. De waarheid ligt, zoals zo vaak, in het midden, ofwel de balans. En nu, als afsluiting, een raadsel voor onze kijkers. Jezus van Nazareth is geboren in Nazareth. Jezus Christus is geboren in Bethlehem en de geboortekerk van Jezus staat in Jeruzalem. Toch hebben we het hier over de een en dezelfde persoon, hoe kan dit? Leg het uit aan de hand van de theorie. En, als je dan toch bezig bent, neem de volgende vraag over en leg je antwoord uit aan de hand van het begrip taalspel, optiek, aspectoptiek en uiteindelijkheidsoptiek. Tip, als iemand mij liefkozend een konijntje noemt, dan botst het toch ook niet met een feitelijk konijn.